Jelle, Jonas, vanavond de grote première van Vergeet Barbara. Ik veronderstel dat jullie nu kei nerveus zijn. Nee, ik ben totaal niet zenuwachtig. Dat is de eerste keer denk ik, in mijn carrière. Normaal ben ik altijd heel zenuwachtig, maar dat heeft ermee te maken dat het is echt teamwork. Er is niemand van ons die echt zo de dragende rol heeft of zo. Maar mijn teksten hebben. Het is echt een teamwork hier. Waardoor, we hebben al zoveel gelachen, we hebben ook al goede try-outs gedaan, waardoor ik persoonlijk met een grote rust hier sta. Maar ik weet niet hoe dat bij u zit. Ja, ik heb het zelf een beetje eigenlijk. Het is vrij rustig. Dus wat Jelle zegt, doordat het zo'n teamspel is, maakt wel dat je zo iedereen zo wat zorgt dat hij zijn parcours kent. En dat iedereen wat naar elkaar gaat kijken en zeggen van oké, zijn jij klaar? Ja, oké, ja, we gaan het wel zien zeker. Het is vooral heel spannend om het aan het publiek te laten zien. Dus het gaat hier één grote ontspannende bedoeling zijn vanavond? Wel, dat weet ik niet. Dat is hoe wij ons nu voelen op dit moment. Maar wel, laat ons zeggen dat we waarschijnlijk 10 minuten voor aanvang zal de spanning een beetje groter zijn. Laat ons vooral hopen vanavond dat het een fijne bedoeling wordt. Ja, want het is wel de bedoeling dat het een ontspannende avond wordt. Hè. We hebben hier 40-45 gespeeld, dans. Het is voor de eerste keer dat er iets licht wordt gespeeld. Ook voor ons is dat heel leuk, om eens niet in een oorlog te zitten. Ik denk dat mensen daar op dit moment ook wel wat nood aan hebben. Ik wil in die zaal gaan zitten, we gaan wat lachen, we gaan wat meezingen. En zo'n voorstelling is het echt wel. Het is 2 uur lang. Zo zit u maar met de rug tegen uw leuning en laat het maar allemaal gebeuren. En dus het is wel de bedoeling dat het ontspannend is vanavond. En is het allemaal feel good vanavond? Over het algemeen is het wel allemaal feel good. Dus ook, er zit ook wel uiteraard wat emotie in en misschien wel hier en daar een traan. Maar het is vooral echt feel good. En ik denk dat Gert en Tijl, de regisseur Tijl Douwe, vooral getracht hebben om dat te bereiken. En na de try-outs die we al gespeeld hebben, voelde toch dat het algemene gevoel is dat overblijft. Namelijk, hey, dat is een leuke avond. Dank u wel daarvoor. Allee, dat is zoiets en dat is wel heel leuk. Jelle, heb jij hard moeten studeren aan de liedjes van Wiltura? Nee, niet zo hard. Ten eerste omdat ik persoonlijk iets minder moet zingen. Dus laat andere talenten zien deze avond. Ja. Dat zal nog wel blijken. Maar dan nog ook, ja, veel van die liedjes zitten natuurlijk al in je oren, in het collectief geheugen. Alhoewel, we moeten daar eerlijk in zijn, wanneer je dat dan toch ziet staan en moet zingen, dan weet je van, ah ja, er zijn heel veel flarden, maar de details niet altijd. Dus we hebben wel een beetje moeten blokken. Maar op fond valt dat heel goed mee, omdat ja, normaal als je een musical begint, dat is allemaal nieuwe muziek, allemaal nieuwe teksten. Ja, je begint van een wit blad. Nu is dat niet helemaal het geval. Jonas, wat is jouw lievelingsnummer van Wiltura? Als de muren konden praten, is mijn lievelingsnummer. Maar dat was het al heel lang. Ik denk dat we zijn ook een beetje begeesterd door Gert met de muziek van Wiltura. En als de muren konden praten, ik denk dat een nummer is dat bij ons allemaal in de deelverzameling zit. Ja, ik moet zeggen, ook zeker door de voorstelling, Hoop doet leven is toch ook wel een formidabel nummer. Een nummer dat Jonas zingt in de voorstelling. En dat is zo, ja, als songwriter toch ook iets dat je denkt, dat ik toch graag zelf geschreven. En we hebben dat Wil ooit zien brengen, 2 jaar geleden, op 11 juli. Vlak voor onze neus. En dat deed hij dan met zoveel power en overgave. En ook wel een fantastisch nummer. En dat zijn er maar 2 uit een hele lange lijst. Hè. Hoe vaak hebben jullie Wil hier al gezien? Wij hebben hem gezien op de persconferentie en daarna niet meer. Dus het is ook voor hem een totale vuurdoop. Ja, ik denk dat het voor hem ook heel spannend gaat zijn om vanavond te kijken en dit te mogen aanschouwen. Ik ben heel benieuwd wat hij daarvan vindt. Misschien even zoiets van, zeg, dat doet er niet met mijn nummers. Kan, hè. Kan. Zijn er nummers die totaal verkracht zijn, tussen aanhalingstekens? Nee. En als het zo zou zijn, zou ik dat zeker nu niet zeggen. Nee. Maar nee, helemaal niet, vind ik. Nee, ik vind het met alle eer aangedaan. Dat is het ongelooflijke aan zijn repertoire. Hè. Zijn teksten zijn zeer verhalend. Hebben altijd een zeer schoon narratief. Er zit altijd iets in, waardoor dat je er... Ja, dat past heel schoon in dit verhaal. En ik denk dat er niet veel mensen in België zijn waarmee je dit soort van musicals kunt maken. Althans, dat soort zoveel muziek, zoveel hits, waar dat je zo'n verhaal rond kunt bouwen.
Ik denk dat dat een beetje uniek is. En ik denk dat, dat Wiltura daar toch wel de geschikte persoon voor was. En ik denk ook dat Gert is iemand die heel veel eerbied heeft voor de songs zoals ze zijn. Gert is niet de producent, want hij speelt nu wel mee, maar hij is natuurlijk ook producent. Is niet de man om plots een liedje totaal helemaal heruit te gaan vinden. Hij heeft zoiets van, zoals mensen het kennen, zo moeten we het spelen. Ik denk dat dat ook een juiste keuze is voor dit soort van verhalen en van musical.